guys, dit is Nina van de techwebsite Always With. En iedere dinsdag is Tech Tuesday bij Edit.nl. Gisteren was de Apple Keynote en daar werd onder andere alvast iOS 10 onthuld. En ik ga jullie vertellen wat er allemaal nieuw is en wat we waarschijnlijk in september kunnen verwachten. Siri krijgt een belangrijke rol in iOS 10. Logisch, want ze gaan waarschijnlijk de concurrentie aan met Google en met Amazon, die onlangs hun speakers introduceerden. Waaraan je verschillende dingen kunt vragen waar je vervolgens antwoord op krijgt. Bijvoorbeeld hoe is het weer en de speaker zegt wat het weer is. Maar in iOS 10 is Siri eindelijk beschikbaar voor appontwikkelaars. Waardoor ze dus in hun app Siri kunnen inbouwen. En dat jij bijvoorbeeld in je WhatsApp kunt zeggen van goh, sms mama. En er wordt een berichtje gestuurd naar je moeder via WhatsApp in plaats van via iMessage. Het toegangsscherm heeft een nieuwe feature gekregen dat heet Raise to Wake. Op zijn Nederlands til op om te activeren. Eigenlijk een beetje zoals de Apple Watch nu ook heeft. Je tilt je telefoon, in dit geval de Apple Watch, en het beeldscherm gaat aan. Straks til je dus je iPhone op en het scherm ligt meteen op. Vanuit het nieuwe toegangsscherm kun je direct al je notificaties zien. En met 3D Touch, dat zit op de iPhone 6S en iPhone 6S Plus, kun je direct antwoorden. Nieuw in de foto-app is aandenken. Aandenken is een feature die objecten herkent in je foto's. Op die manier worden al je foto's rondom een bepaalde gebeurtenis met elkaar gebundeld. Deze foto's, filmpjes en alles wat je hebt gemaakt worden ook omgezet tot een heel tof filmpje. Waarin een bijpassend muziekje zit en ook de overgangen en titels in worden gezet. Dus eigenlijk maakt Apple al speciaal voor jou een heel tof filmpje. Bepaalde toffe gebeurtenissen in je leven. Like! Gebruik je Google Foto's, dan kom je dit vast bekend voor, maar desalniettemin is het een toffe feature die je straks op je iPhone en iPad zult hebben. De kaartenapp heeft ook een flinke boost gekregen. Je iPhone of iPad weet ongeveer wat je dagelijks je route is, dus dat jij bijvoorbeeld in Hilversum werkt en je woont in Amsterdam, dan weet hij van dat je elke dag die route neemt. Maar je krijgt nu meer feedback, staat er een file, dan krijg je een melding dat je bijvoorbeeld eerder moet vertrekken of dat je kunt omrijden. Dus dat is extra handig. Je kunt in de kaartenapp straks ook in- en uitzoomen, zodat je precies kunt zien waar de verkeersdrukte is. Niet alleen de kaartenapp is vernieuwd, ook Apple Music heeft een flinke makeover gekregen. Het zoeken naar bepaalde nummers is nu nog makkelijker geworden. De For You feature in de app bevat zo meteen gepersonaliseerde playlists speciaal voor jou. De berichtenapp op je iPhone en iPad heeft wellicht wel de grootste makeover gekregen. Je kunt nu je berichtjes nog persoonlijker maken door bijvoorbeeld een animatie of een gifje toe te voegen. Is er iemand jarig, dan kun je een berichtje sturen met heel veel confetti. Je kunt ook met onzichtbare inkt een berichtje sturen. De ontvanger moet dan met zijn vinger over het berichtje swipen en het berichtje komt tevoorschijn. Maar je kunt ook helemaal losgaan met verschillende stickers. Eindelijk komt hij er, de HomeKit app. Er werd al meerdere malen over gesproken, maar hij gaat er eindelijk komen. Vanuit de HomeKit app kun je eigenlijk al je slimme apparaten in huis besturen. Dat is één app waar alles wordt verzameld. Denk bijvoorbeeld aan je Philips Hue lampen of bijvoorbeeld je Nest thermostaat. Een ander iets waar we al lang op hebben gewacht is eindelijk verwijderen van standaard apps. Denk bijvoorbeeld aan de aandelen-app, je dictafoon-app of een andere standaard Apple-app die je niet wil gebruiken. Die kun je eindelijk van je telefoon afhalen. Kleine veranderingen zijn onder andere dat je in Safari een splitscreen kan gebruiken, zodat je twee webpagina's naast elkaar kunt open hebben. Het gezamenlijk werken aan bepaalde notities, het bewerken van je live foto's. En er komt een speciale feature in de klok-app, genaamd bedtijd, die een seintje geeft wanneer het tijd is om naar bed te gaan. Zodat je genoeg rust hebt om de dag daarna weer vol er tegenaan te gaan. Heb je nog een iPhone 4S? Dan moet ik je helaas teleurstellen, want de iPhone 4S krijgt geen iOS 10 update. Dit was in de notendop alles over iOS 10. Wil je meer weten? Kijk dan op www.alwayswith.nl. En ik ben er volgende week weer met een nieuwe Tech Tuesday. Doei allemaal!